Zaterdagochtend, lekker weer. Mischa Kemink, we zijn bij HBSS. Wat gebeurt er vandaag? Ja, vandaag weer het Schiedams kampioenschap voor jeugd. En ja, zoals je ziet, het is stampers vol. En ja, de Schiedamse voetbaljeugd gaat vol voor de Schiedamse titel. Hoe benader je dan die clubs om ze enthousiast te krijgen? Nou, hoe benader je ze? Ze vragen eigenlijk aan het begin van het seizoen al wanneer is het. En willen ze weten wanneer het is. En ja, eigenlijk is het heel simpel. Iedereen wil altijd meedoen. Kan je dat nou vergelijken met schoolvoetbaltoernooi? Ja, nou, het is, ja, dat is ook een heel leuk toernooi natuurlijk. En hier, het leuke van dit toernooi ook is dat ze kennen elkaar allemaal. Ze zitten bij elkaar in de klas en ze kennen elkaar van de straat. Ze kennen elkaar van het voetballen, hebben met elkaar gevoetbald. Ja, en dat komt allemaal samen. En ook de ouders, de begeleiders. Het is één groot Schiedams feestje. Nou, tegenwoordig, vroeger waren het pupillen en junioren. Hoe luidt dat nu? Onder de 13, boven de 13? Vertel. Ja, het is, de KNVB heeft ja, heel wat veranderd inderdaad. Je hebt nu onder de 9, onder de 11, onder de 13, onder 15, 17, 19. Dat zijn de categorieën wat wij doen. Tegenwoordig heb je ook nog tussencategorieën, maar daar kiezen wij niet voor. Om zeg maar, de clubs een bandbreedte te geven, om ook jongere spelers nog mee te laten doen. Wat kan je zeggen van het niveau van het voetbal? Ja, dat is gewoon dat is echt ja, goed. Ja, het is ook heel leuk voor de clubs om te zien hoe staat onze jeugd ervoor ten opzichte van onze leeftijdsgenoten ja, bij de andere clubs. En dat is wel heel tof. Ik heb gemerkt dat er ook veel dames meedoen. Hoe leuk is dat? Ja, we hebben de MO15 van X26 en PPC die doen mee. En ja, ze strijden ook om de titel. En er doen ook veel meiden doen er mee met de jongere categorieën. Ja, voetbal is inmiddels inderdaad ook gewoon een universele sport natuurlijk. Nou, bestaat zo'n dag niet alleen uit voetbal. Wat gebeurt er nog meer? Hapje, drankje? Ja, we hebben Sparta Pieter rondlopen. Hapje, drankje, altijd gezellig. Muziek. Ja, en een grote, ja, iedereen kent elkaar, dus het is ja, een lekker festivalsfeertje. Straks een spannend moment, dan gaan jullie loten voor het echte toernooi, hè, volgende week. Ja, ja, dan gaan we weer de zes standaard elftallen gaan we weer voor de Duo Kai Cup. Die doen volgende week doen ze daarom spelen, ja, die gaan we weer aan elkaar koppelen. Wat ik altijd een bijzonder toernooi vind, is het horecavoetbaltoernooi. Hoe staat het ermee? Doen de cafés nog mee? Ja, we hebben nu 12 tot 14 cafés. Ja, en dat wordt ook heel erg leuk. Nou, Mischa, uiteindelijk het laatste stukje van het toernooi is altijd de loting voor volgende week. Wat is de loting geworden? Nou, we hebben net inderdaad geloot. Dan moet ik toch even naar rechts gaan kijken, waar Patrick Duurkooi, de naamgever van het toernooi, de loodjes vast heeft. SV PPC Keten Spaland in Pool A. En dan hebben we wel een hele... Dan moeten we even de beker weghalen. Dan hebben we een Pool B met Hermes DVS, HBSS en Excelsior 20. En dat kan echt wel de pool des doods genoemd worden.